Hoi, ik ben Floris. Dit is mijn eerste video voor Dierenpraat TV. Ook zo benieuwd hoe dat gaat? Nou, anders ik wel. Ik ga vandaag met jullie vogels spotten. En dat is niks anders dan een speurtocht in de natuur. Het enige wat je nodig hebt is de verrekijker van je vader en zo'n weidevogelmap. Die kan je gewoon lekker uitprinten van het internet en dan ga je erop uit. Nou, ik ben er al helemaal op gekleed, dus kom met me mee. Ongeveer rond deze tijd van het jaar is weer de jaarlijkse vogeltrek. De vogeltrek houdt in dat de vogels lekker broeden waar het voor hun warm is. En als het dan te koud wordt, gaan ze naar een warmere plek vliegen om daar te overwinteren. Dit soort vogels die de kou ontvluchten en vliegen naar een warmer gebied, noem je trekvogels. De trekvogels gaan wanneer het winter wordt, zo steeds naar beneden naar een warmer gebied. Bijvoorbeeld de Canadese gans die hier in het noorden zit, die vliegt 's winters naar Nederland om hier te overwinteren. Bijvoorbeeld de vogels zoals een ooievaar, die hier in Nederland de winter te koud vinden, die vliegen weer verder naar beneden om in Afrika te overwinteren. Want daar is het lekker warm. Nou zit ik nog wat vroeg in het seizoen, dus de helft van de trekvogels die is nog onderweg. Maar gelukkig hebben we ook nog de standvogels. En de standvogels die gaan helemaal nergens heen, die blijven lekker in Nederland om te overwinteren. Bijvoorbeeld de huismus. En daar komt ook het spreekwoord vandaan, een huismus zijn, want die blijft lekker thuis. En weet je wat nou zo leuk is? Voor die standvogels hoef je helemaal nergens heen. Je doet je gordijnen open en je kijkt in de tuin. Je hebt het koolmeesje, de huismus, een roodborstje. Nou ben ik zo benieuwd wat voor vogels er allemaal bij jullie in de tuin zitten. Dus maak er een fotootje van, zet hem beneden in de reacties en dan zie ik ze allemaal. Weet je wat ook nog zo leuk is aan buiten zijn? Ben je aan het vogelspotten, kom je in één keer twee wilde hazen tegen. Je kan echt van alles tegenkomen. Kikkerdril, kikkers, visjes. Kijk om je heen en je ziet het. Ja, kijk daar. Twee Canadese ganzen. Die zijn met z'n tweetjes helemaal komen overvliegen vanuit het noorden. Maar ze hebben natuurlijk helemaal geen Google Maps om te navigeren. Dus hoe komen ze nou helemaal hier? Nou, daar hebben ze iets heel handigs op. Ze gaan namelijk de kustlijn volgen om te navigeren. En dan vliegen ze zo met z'n allen over. En dat is nou zo leuk aan die vogeltrek. Mensen gaan gewoon naar de kust om ze te zien. En dan komen ze in grote getalen overvliegen. En zelfs ook nog in zo'n mooie V-formatie. Nou, hoe weten we nou precies waar al die vogels vandaan komen en waar ze naartoe gaan? Dat doen we al honderden jaren op een hele simpele manier. En dat is met behulp van ringen. Dan vangen we de vogels met een heel diervriendelijk net. En dan stoppen we er een ringetje omheen met een specifiek nummer. Stel, de vogel wordt gevonden ergens in Afrika, wordt het doorgegeven en dan weten we precies waar die vogel vandaan komt. Nou, dan denk je, wat staat die gek nou te doen? Nou, ik ben gelukkig niet de enige, want alle vogels doen dit ook. In de buurt van het water boten ze de regen na. Dan denken de regenwormen naar boven te komen. Lekker hapje voor de vogel, maar een teleurstelling voor de worm. Ik ga denk nog maar even door. Als het goed is, zien we daar de blauwe reiger. De blauwe reiger is een beschermde diersoort. En die zie je eigenlijk in heel veel plekken in Nederland gewoon rondzwerven. Die zitten hier op kleine visjes, voorntjes, langs de kanten mikken om die lekker op te snibbelen. En stel je wil ze nou van dichtbij zien, dan kan je gewoon naar Artis, want er zit een hele grote reigerpopulatie. Die zit daar omdat daar de zeeleeuwen worden gevoerd met visjes. En daar proberen zij ook een graantje van mee te pikken. Het zijn slimme beestjes. De meerkoet is een van de bekendste weidevogels die er is. En weet je wat er zo leuk is aan die meerkoet? Die vind je gewoon overal. Ga lekker naar het park, daar vind je ze in de sloot, tot zelfs in de grachten. Ze zitten overal. Nou, die meerkoet die is hartstikke makkelijk te herkennen. Die is namelijk gewoon zwart met een wit schildje op zijn hoofd. Die kuikentjes daarentegen, die zijn wel zwart, maar die missen nog dat kleine witte schildje. Stel je ziet nou een meerkoet en die gaat onder water. Geen paniek, want het kan wel tot 15 seconden duren voordat hij weer boven is. Wat nou ook zo interessant is aan die meerkoet, in het dierenleven is altijd het mannetje het mooist, want die moet de paringsdans doen en het vrouwtje versieren. Bij de meerkoeten is het allemaal niet zo moeilijk, want de man en de vrouw zien er gewoon precies hetzelfde uit. Ja, ja, en kijk daar. Volgens mij zie ik daar een schoolekster. Soms is het ook heel moeilijk om die vogeltjes te zien omdat ze zo ver weg zitten, tot zelfs met een verrekijker. Maar dan kan je ook dingen kijken. Hij heeft bijvoorbeeld een hele rode snavel en die kan je goed herkennen. Dat zie je ook op de kaart.
Dat rode snaveltje is heel herkenbaar. Wat ook een leuk vogeltje is, is de zwaluw. Die is heel makkelijk te herkennen. Die gaat namelijk als een malle door de lucht en hij heeft zo'n U-vormpje. Is hartstikke wendbaar. Dat is hij omdat hij insecten uit de lucht moet pikken. Daar moet hij zo snel voor zijn. En wat ook leuk is, ga maar eens kijken bij je schuur onder de dakpannen. Hij bouwt zijn nestje in een soort kommetje onder de dakpannen tegen de muur aan van dakjes, klei. En daar gaat hij dan zitten nestelen. Nou, met dat nestje is ook weer wat bijzonders aan de hand. Je hebt namelijk de Aziatische gierzwaluw. En die maakt niet zijn nestje van takjes en stro en modder, maar van zijn eigen speeksel. Van zijn eigen speeksel maakt hij zo'n kommetje tegen muren aan. En in Azië is dit een hele delicatesse, want dan pakken ze de nestjes en dan maken ze er soep van. Als jullie nou net zo erg genoten hebben als ik, vergeet dan niet hier beneden te abonneren en te liken. Ik ga nog even door met vogelspotten, dus tot de volgende keer.